na 5 jaar zijn we niet geslaagd in de ultieme doelstellingen behalen van de Final Four. We zijn er heel kort bij geweest. En we eindigen tegen de wereldkampioen. Ja, dan is het plan in mijn ogen toch geslaagd en af. En dat betekent dat ik mezelf ook een vraag stel van wat is het volgende verhaal? En dat is niet noodzakelijk Noordic-Mazijk. Maar dat betekent, er kan een nieuw project met Noordic-Mazijk komen. Er kan een ander project komen waar Vital Heijnen instapt buiten Mazijk. Ik lees Nationale Ploeg Tsjechië. Ik moet zeggen dat voorlopig Mazijk en ikzelf er niet in geslaagd zijn met projecten vinden waar we naartoe gaan. Kan misschien nog komen. Maar ik denk dat de kans zeker zo reëel is dat het een ander project wordt. Hè. En dan kan dat in het buitenland zijn. Ik heb heel lang in Mazijk zitten. Als iemand mij wilde in het buitenland, ga ik misschien toch een keer naar het buitenland. Hè. Maar voor alle duidelijkheid, voorlopig zijn alle scenario's nog mogelijk. Ja, klopt. Ik denk als je puur naar de feiten kijkt, moet ik wel zeggen, volgens mij nog geen nieuwe trainer. Ik heb nog geen nieuwe club. En ik ben er al 30 jaar bijna of zo. Dus de kans bestaat altijd, denk ik. Maar gevoelsmatig zeg ik voor mij. Lopen we naar het einde van een verhaal. Hè. En dat zou misschien al een jaar of 2 jaar verlengd kunnen worden, maar het is een einde van het verhaal.